Ja jongens, het is dan eindelijk zover. De Halloween special 2019. En op deze locatie zijn we al geweest, maar geef toe. Wat is er nu beter om een Halloween nacht te beleven dan de Mergelgrotten? Laat ons gauw naar binnen gaan. Ik denk dat we wat verder moeten. Haha. De ingang. Welkom opnieuw in de Mergelgrotten. Zo, klaar? Ja. Oké, okay, daar zijn we. Daar zijn we. Misschien komen we hier nooit meer terug aan de ingang, hè? Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Dat hebben we vorige keer niet gedaan, hè? Nee, dat moeten we dan al wel doen, hè? Hé, hey, dat is wel diep, hè? Misschien ja, is dat wel... Hé, dat is misschien wel de andere, hè? De benedenkant, hè? Ja, wat diep, hè? Dat is er geen vader, hè? Dat is misschien beneden stelsel, hè? Moet ik zal voorlopig in het stuk blijven waar dat we plannen van hebben, want... dat is al groot genoeg. Ja, ja, het is hier toch naar beneden, dus we zullen daar toch uitkomen. En je ziet pijlen op de muur spuiten, moet je niet doen. Want hier staan pijlen naar alle kanten. Komen die dan hier uit? Ja. Thank you.
Hier is een buiten, maar je kunt er niet in, geloof ik. Want dat gaat hier recht naar beneden. Alhoewel, hier kunnen precies wel nog in en uit gaan. Het is die freaky dokter weer. Willen jullie een amputatie van mij? Hoi. Hey. Wat moet het zijn? Je been eraf of zo? Zeg jullie maar hier. Ik ben daar net nog mensen tegengekomen. Ja, dat waren wij. Oh. Yep. Kom, we laten die mens voor wat dan het is. Tot straks zou ik zeggen. Nee. Ik denk niet dat we die nog tegen gaan komen. Nee, loopt dood. Maar die berg zand hier en die steen, die zijn dus wel degelijk ooit uit die plafond gevallen. Hè? Dus superveilig is dit niet. Hè? Oh ja, deze is echt stijl, ze maat. We hebben hier een schone kaart van het grottenstelsel. Zo, met een paar bezienswaardigheden erop. Met dank aan Nicolas Molders. Alweer naar beneden. Maar serieus. Moet dat niet waar? Zou dat de deur geweest zijn? Dat ziet er mij wel uit als de deur, of niet? Ja. Dat is misschien de toegang naar de andere laag, hè, want we zitten hier met drie lage tunnels. Mogelijk is dat hier en daar zitten er tussen verbindingen tussen die lagen. Mogelijk kunnen zo naar een ander niveau, maar ja. We hebben geen trapje bij, dus.
Jeffrey die kijkt al, die springt er wel in, denkt hij. Die lijnen die er allemaal op zitten, dat zijn van boringen die ze gedaan hebben. Hè. En dan hebben ze die stukken steen eruit geklopt. Dat zijn allemaal boringen. En dan zijn die blokken er in hele grote blokken van tussen gekapt. Om leisteen, of kalksteen beter gezegd, van te maken. Hier zijn we toegekomen aan de waterbak. Dit stukje staat op de map aangeduid als de waterbak. Waarschijnlijk omdat dit ooit een opslagplaats was voor water. De... Vier flauwe landen, alle vooruit. Ondertussen komen we toe bij de Graffiti Corner. Deze locatie heeft Graffiti Corner, geen idee. Staat hier opvallend meer graffiti als ergens anders of zo? Of is dat over die gezellige hoek hier dan het gaat? Ah ja, denk het. Daar hebben we de hoek op geweest. Ja, maar er is zo nog iets, hè? En er zijn allemaal beeldjes van huizen en zo. Oeh, sexy ladies. Hier aan de kust staat er ook bij, ze zijn lang haar. Dat we hier nog geen vleermuizen gezien hebben, joh. Het is normaal gezien vol. Ah, is het wel? Ja, ja. Kijk. Is dat ja, kijk. Nu dat je het zegt. Daar zit er ook in. Ja, daar ook. Ja. Maar. Normaal gezien zitten ze... Oh, geen vleermuizen kun je niet uit. Zet nog meer op je. Ja. Ik zie. Vliegende muizen. Vliegende poepjes. Maar daar hè. Hier niet. Met de radar. Ja. Hallo? Leid ons naar het kerkje. Opstaan. Daar is het kerkje. Hè. Amai, het kerkje is toch niet meer wat aan het geweest is, hoor. Dat is gebouwd door Gérard Vrijhoeven of zoiets in augustus 98. En ik kan me herinneren dat dat wel een mooi kerkje was de vorige keer dat we hier waren. Maar ja, dat is praktische zandsteen dit, dus als je erover wrijft, wordt dat gewoon zand. Zo, daar is die gekke dokter weer.
Die gekke dokter weer. Jeffrey, lopen. Jeffrey, lopen. Die gekke dokter is er weer. Je voelt hier ineens de lucht echt naar binnen komen. We zijn hier dan ook aan een schacht uitgekomen. Ja, het is redelijk hoog. Je moest hier een beetje lucht in, hè. Ja. Jeffrey, ga hier naar boven en laat de touwladder zitten. Je hebt hier de meeste spieren voor jongen te duwen. Hier komt de frisse lucht vandaan. Mag ik wel klemmen naar boven, hè, kijk. Maar je zit ook rustig. Ja, helemaal niet, keer. Je moet wel met John. Nee, maar hier is toch die schacht? Hè? Die schacht, dat is dat hier, hè? Hier is het hier, hè? Daar staat schacht, hè? Barbecue bar. Schacht alleen om. Ja, ja. Nu longen, God. Nu longen. Hier de ding op beneden. Deze is de schacht, hè? Hè? Deze is de schacht. De schacht is dat gat daar, hè, waar we juist geweest zijn. Ja, maar dat pijltje gaat dan in dat beste stukje. Hier? Is dat dat pijltje? Ja. Je hebt dat zwart gat en volgens mij dat dat gat daar. En dan hier dat blokje hier. Dus de schacht. Dat loopt, ja, dat zal ook maar een niet zo nauwkeurige aanleiding zijn. Oei, ik ben het zitten. Wij zijn hier een paar dagen blijven zitten. Oké. Cassie, lead the way. Oké. Dat is wel toch met die lampen. Ach, kijk, allemaal die gangsjes die hier gemaakt zijn. Zet dat je de zak uit te vullen? Mag ik dat eens zeggen? Dat gaat beter zijn om te volgen. Met miniatuur trapjes ingemaakt en zo. Kijk, ik heb zelf steentjes ingemaakt. Patronen van steentjes. Hier ze. Onze Tim en ons Nancy. Kijk, wat een lange gang. We zijn bijna aan de auto zeker, hè? De auto is daar of niet? Ah ja, daar ligt het, hè. Geef toe, die is nog harder weggerot dan de vorige keer, of niet? Thank you.
Hey, Pietjes. Hallo. Wat? Tel aan story. Plezier, hè. Plezier. Mooi, hè. Dat is hier, dat je kunt erachter doen. Wat ben ik blij dat dit allemaal nog niet beschadigd is. Maar jongens, dat aan Jezus is hier. Dat is wel mooi. Maar jongens, hij heeft hun platte grond achtergekeerd. En die mannen die dat getekend hebben, die hebben dat nog gepost op onze film. Op onze vorige film. En die die in ons, die is in ons, die heeft ook gereageerd. Tyson. Dat is er nog niet aangekomen, hè. Ja, ik vind het chic dat hij er proper blijft. Een beetje respect voor de makers. Hier. Lemons. M. Lemons. Voilà, hier staat het. Schalkens. Wat dat is nog niet is. Laat de dingen alsjeblieft zoals ze zijn. Hier zijn we toegekomen bij de beeldhouwwerkjes van de gebouwen. Die gekke, wie heeft hem hiermee bezig gehouden? Mooi gedaan. Mooi man. Heel die zoektocht hier voor die stomme UFO, ongelooflijk. Boiler 2004. Is dat nog wel wat? Jawel, dat is de UFO. Dat is de UFO. Hier jongen, Rotterdam Terror Corps. Hier achter jou. Is het bekeken, mijn maat? Dacht dat wel, maar ik ga eens kijken. En dan zou er hier nog een Tasmanian Devil moeten staan. Ja. Hier staat het, hè.
zijn weer aan de uitgang, jongens. Ja. Oh, zegt hij. Oh. Wij gaan hier afscheid nemen van een deel van onze bende. Die gaan naar huis. Veilig thuis, jongens. Zeker weten. We gaan nog even een toertje doen in de grotten en dan vertrekken we ook. Tot de volgende, jongens. Hou jullie goed. Ciao, hè. Peace. Ciao, peace. Voorzichtig, hè. We doen ons best. Salut, hè. Zo, beste kijkers. Om praktische redenen gaan we er toch ook mee uitscheven vandaag. Het is ondertussen al 2 uur 's nachts en we moeten nog allemaal een deftig eindje rijden. Vooral onze Nederlandse vrienden daar. Dus ik denk dat het voor ons ook beter is dat we de dag of de nacht hier gaan afsluiten. We zien jullie terug in een volgende aflevering. Bedankt Toontje en CJ. Jullie ook bedankt. Bedankt Cassandra voor de prachtige make-up. Bedankt Frits om mee te komen. We zien jullie in een volgende aflevering. Tot de volgende.